Goedemiddag allemaal. Wij hebben eindelijk weer eens goed nieuws op Brittogebied. De zon schijnt en we hebben net met die mooie zonneschijn een mooie zending van Britto's binnengekregen. En dat duurde erg lang. We zitten met z'n allen al heel lang te wachten op nieuwe Britto-beelden en het leek wel alsof ze nooit zouden komen. Nou, eindelijk hebben we nu een deel binnen. En daar zijn we natuurlijk weer heel blij om. En we willen jullie gewoon meteen laten zien dat we er zo erg trots op zijn, maar ook blij mee zijn. En nou, dit is de eerste. Een Queen of Hearts uit de film Alice in Wonderland. En zoals jullie gewend zijn van Britto, natuurlijk de geometrische vormen en die wat primaire kleuren, harde kleuren. In tegenstelling tot Jim Shore, traditions die altijd wat meer pastelkleuren zijn. Nou, een prachtig beeld. Vorig jaar aangekondigd. Nu eindelijk een jaar later door de alle coronaperikelen. En door alle tegenslagen op productiegebied. Dan toch eindelijk te komen. Deze beelden zijn vorige week nog met spoed vanuit Engeland verstuurd. 30 december zijn ze verstuurd. En nu, een week later, zijn ze hier. Dus daar zijn we heel blij mee. Dan laten we nu meteen het beeld zien van Alice, wat erbij hoort. Alice in Wonderland. Ook mooi. We zetten deze even apart. Misschien kan die hier blijven. Ook vorig jaar aangekondigd en eindelijk dan nu gekomen. Alice in Wonderland Britto. Er was natuurlijk al een zittende Alice op de paddenstoel. Die is intussen retired. Ik ga hem even snel pakken. Want als het goed is, staat die hier. Oh ja, hier heb ik hem. Dus die kunnen we misschien nog even naast zetten. Dit is de oude Alice. Dit is de nieuwe Alice. Alice zelf is een beetje kleiner. Maar het heeft natuurlijk meer details erbij. Twee prachtige beelden, niet met elkaar te vergelijken. Allebei mooi. Maar deze is retired. Wij hebben er nog een paar. Dus wij kunnen hem nog wel verkopen. Maar niet meer bijbestellen. En deze is net nieuw. En iedereen die hem gepreorderd heeft, die krijgt hem zo snel mogelijk opgestuurd. Haar, moet ik zeggen. Maar ik bedoel natuurlijk hem, het beeld. Dus iedereen krijgt hem zo snel mogelijk opgestuurd. Dan gaan we verder met Ariel. Ook een beeldje wat niet al te groot is, maar wel een hele mooie kleurstelling. En ik denk dat iedereen het wel een heel mooi beeld gaat vinden. Het is mooi afgewerkt, mooi geschilderd. Een van de redenen van de vertragingen is natuurlijk het personeelstekort in Azië, want het wordt allemaal met de hand beschilderd. Maar Enesco heeft ook een fabriek of een werkplaats waar ze mee samenwerkte, de samenwerking opgezegd omdat de kwaliteit niet meer goed genoeg was. En deze kwaliteit van deze beelden ziet er eigenlijk super uit. Ook de dozen zijn heel netjes. De beelden zijn mooi beschilderd. Dus ze zijn glad, geen stofjes, geen kleine frummeltjes op het lakwerk. Dus het ziet er echt allemaal heel netjes uit. En Enesco heeft er goed aan gedaan een andere werkplaats of fabriek te zoeken. En daar zijn wij dan nu achteraf ook blij mee. Want wat we zo kunnen zien is dat de kwaliteit echt een stuk beter is. Hier is Ursula. Prachtig beeld. Als je Ursula ziet, welk beeld dan ook van Jim Shore, of maakt niet uit. Showcase, het is altijd mooi en altijd krijg ik een glimlach daarvan op mijn gezicht. Mooi beeld wil ik natuurlijk. Hier staat ook de weliswaar gedrukte handtekening van Britto op de zijkant. Maar ja, het staat ook op een mooie plek erop. Natuurlijk kunnen ze dat niet allemaal met de hand doen. Maar het is toch op een mooie manier gedaan. En, nou, dit zijn nieuwe beelden. We hebben er lang op moeten wachten. Bedankt voor jullie geduld. Wij gaan de komende dagen alle beelden verder controleren en zo snel mogelijk aan jullie versturen. Heb nu nog even geduld, je komt aan de beurt. Het gaat ook een beetje op volgorde van bestellen.
Dus je mag natuurlijk altijd een berichtje sturen, maar het hoeft niet, want wij gaan gewoon alles netjes verpakken en naar jullie toesturen. En dat doen we natuurlijk zo snel mogelijk. Nou, bedankt voor het kijken. Groetjes. Hi.